Goedemiddag vanuit de business club bij de voetbalvereniging Nunspeet. Maar vanmiddag de wedstrijd tussen Nunspeet en SCP Barneveld werd gespeeld. De wedstrijd ging aan de eindstand van 1-3. Bij mij staan beide trainers. Het begint bij Johan de Man, trainer van SCP Barneveld. Leuk ook dat je hier staat. We hebben elkaar al in dezelfde hoedanigheid tegengekomen bij de Vogels. Gefeliciteerd met de overwinning. Een hele effectieve eerste helft, denk ik. Ja, dankjewel. Ik denk dat je zwijgend op stop staat. We zijn natuurlijk goed begonnen. De eerste kwartier was het was het best wel een aardig niveau. Na een kwartier waren we even kwijt, waar we eigenlijk best wel wat onder druk stonden, dat we er echt niet onderuit kwamen. En daarna zie je dus, toen we die goal maakten, een schitterende aanval, een schitterende opbouw en die rondje aan perfect af. Hoewel het eigen doelpunt was, was het niet oude goal natuurlijk. En nou ja, net voor rust maak je dan ook nog eens een keer de 2-0 en dan zit je in werkelijkheid op rozen. Maar dan krijg je ook nog een keer een penalty tegen en dat was niet zo'n handige actie van onze zijde. En dan, ja, dan is het 2-1, ga je 2 in de rust in. Alhoewel ik in de rust niet over alle dingen tevreden was. Ik vond niet dat wij hadden afgesproken om op het juiste moment de druk te geven op de rechtercentrale. En van daaruit mensen door te schuiven. Maar dat hebben we een beetje achterwege gelaten en daardoor hebben we te veel terug uitgelopen. Ja, Freddy, ik denk dat jij met een heel ontevreden gevoel qua stand de rust in ging. Qua voetbal misschien wel wat meer tevreden. Nou ja, zei ik op zijn kant, en nogmaals, dat denk ik dan. Maar wij vonden de eerste kwartier, wat Johan zegt, vond ik dat redelijk gelijkwaardig waren. Johan heeft gelijk, hoor, zoals jij dat omschrijft. En daarna pakten wij echt het heft in handen en kregen een paar beste kansen, bal op de lat. En ja, dan is er ook een fase waarin we zitten deze tijd, dat we dan ineens zouden zomaar kunnen laten. Vorige week gebeurde dat ook. We waren gelijk aan koord, kan per se veel beter. Hè. Dat was iedereen valt mij na de tijd wel over eens, voetballend. Maar we staan wel met rust daar met 3-1 aan gedaan. Maar, en dan, nou ja, dat is wat ons de laatste tijd gebeurt. En dan, maar is ook, kijk, die eerste goal zoals Johan omschrijft is van een mooie aanval. En ik vond dat onze middenvelder, hebben de rust ook even over gehad met elkaar. Kijk, als je doorstapt, je zet druk en je ziet dat het voor je niet goed gaat met druk zetten, dan moet je niet alsnog in een grote ruimte gaan druk zetten. Want dan word je uitgespeeld, nou, dat gebeurde prompt. En daardoor kwam er ook een 2 tegen 1 op die zijkant en komen ze door. Nou, dat deden hun knap, maar ik denk dat wij daar echt een fout maken. En zonder dat ik dan die jongen per se een schuld wil geven, maar dat is dat een fout is waar we toevallig dat leermoment vorige week ook hebben gehad en over gesproken hebben op het einde. Ja, dan is het jammer dat je dat weer ziet gebeuren. Maar ik was wel tevreden over hoe ze hier zelf vrij goed speelden. En ik was dan heel blij dat we de panel kregen en dan de aansluitingstreffen maken. En dan denk je dat je in de rust een aantal jongens hebt die dan ook in elkaar zeggen, en GVD, jongens, we zijn weer aangesloten, nu gaan we erop en erover bij ze spreken. Afval wel of niet lukt. Maar dat, dan is het wel heel stil. Ja, want na rust eigenlijk verwacht je dan een geweldige druk naar voren. De grootste kans was eigenlijk al gelijk in de eerste minuut na rust. Ja, met Isa bedoel jij denk ik, de bal bij het verdepaal. Ja, ook zo'n situatie waar we het vaak over hebben. Als de bal op rechts is of op links zit, dan moet de zijkant de speler aan de andere kant sneller bijsluiten. En die moet zorgen dat hij eigenlijk binnen de tweede paal komt te lopen, om er binnen te lopen. En nu zie je dat je laat bent en dan kun je hem eigenlijk van 5 meter voorbij de paal, alleen nog met zijn net mikken in dit geval. Ja, dat had de 2-2 moeten zijn misschien wel. En dan krijg je misschien een andere tweede helft. Ja, als... Voor jullie maakt uiteindelijk 10 minuten van tijd, maak je jullie het af. Maar jullie eigenlijk ook, ondanks dat mensen dan vooruit voetbal ook al eerder een kans hadden gehad om misschien een doelpunt in te maken. Zeker. Ik vond dat wij heel slordig omgingen met de momenten, met de omschakelmomenten. Natuurlijk verwachten we dat we ons beter druk zouden gaan zetten. Ook aangegeven in de rust, nou, houd in als je druk gaat geven, dan liggen er ruimtes achter de laatste linie. Maar daar kwamen we echt niet goed doorheen. Ik moet wel zeggen dat we te ver achteruit liepen. En op een gegeven moment dan kom je in een kantelmoment dat je wel vooruit durft te spelen. En dan dwingen ze eigenlijk steeds een lange bal te spelen. En nou ja, in de tweede helft zijn ze eigenlijk niet meer gevaarlijk geweest. En dat lijkt natuurlijk heel wat. Hè. Dat is natuurlijk aardig wat lengte. Flankballen, cornerballen, vrije trappen. Maar ik vind dat wij dat goed hebben gepareerd. En ja, het juiste moment... dat we de goal maken en is hij klaar, terwijl we hem daar vooral 2 keer af moeten maken. Maar ik super blij met deze ook. Ja, volgende week voor jullie regionale test op het programma. En jullie na vandaag ook aansluitingen van een beetje met boven trekken. Ja, dat heb ik voor de wedstrijd met de bespreking ook aangegeven. Hè. Ik heb natuurlijk
afgelopen 3 wedstrijden hebben we 2 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren. En ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik ben best wel een realist, maar ik vind wel dat we 4 punten te weinig hebben. En dat ligt puur aan onszelf. En dus wij bepalen uiteindelijk waar wij komen te staan. En dat je nederlaag leidt tegen NEC, dat is terecht. Maar wij gaan soms te makkelijk om in bepaalde situaties. En dat moet eruit. En dat houdt die jongens ook voor, want we hebben gewoon een goede groep. Mits we allemaal het maximale inzicht in stoppen. Ja, voor hun speelt volgende week een hele belangrijke wedstrijd, uit bij DZC, concurrent op dit moment onderin. Die moet gewonnen gaan worden. Nou ja, uit elke wedstrijd willen we winnen, zo simpel is het nog eens een keer. We willen doorontwikkelen en ik ben er ook echt van overtuigd dat van het seizoen het absoluut goed op zullen staan. Want ik zie echt wel ontwikkeling op training, ik zie de jongens echt wel beter worden, de jonge jongens ook. Goed, daar heb je ook even een overwinning nodig aan geven, maar even een overwinning nodig om dat vertrouwen verder uit te bouwen. En daar aan te kunnen blijven werken. Dus ik denk dat het moment nabij is. Komt altijd nabij natuurlijk nu. En hopelijk is dat valt. Dat zal hartstikke worden. Ik denk, voor mij is de conclusie van vandaag dat we voetballen niet veel minder zijn dan gelijk zijn aan SDV, maar dat er een absolute slimmere ploeg staat met SDV met een aantal jongens zijn. Zou ik even de aanvoerder eruit halen en de spits die ook het spel weten te vertragen door allerlei, door hun ervaring denk ik met name. Ik denk dat dat ook wel een duidelijk verschil is in zo'n tweede helft. Daar kun jij bij aansluiten. Ja, we hebben zeker een aantal slimme jongens. En die hebben ook een aantal jaren op een hoog niveau gespeeld. En die weten inderdaad sommige momenten een wedstrijd dood te maken of net iets anders te doen dan de jonge jongens doen. Dan wil ik bij de trainer bedanken voor de komst. En dan terug gaan studeren. Ja, dat is wel een beetje.